Maar ik zou willen beginnen met de heer Remkes zeer te bedanken voor zijn kenniskunde en enorme energie. En ik heb hem leren kennen als een nuchtere Groninger met Limburgs joie de vivre. En dat zijn twee zaken die mij zeker in combinatie... Nou, hilariteit alom. Voorzitter, maar ik zie in ieder geval de informateur zelf ook lachen. Zo heb ik het ervaren en ik wilde zeggen dat ik die beide eigenschappen, zeker in combinatie, dat die mij zeer hebben aangesproken. Voorzitter, de hilariteit is eerlijk gezegd nog veel groter dan ik bedoeld had. Maar dat, zo gaat het soms. Eindelijk een goede discussie. We hebben eindelijk een onderwerp waar we eens een keer met elkaar ergens kunnen vinden. We worden ook onderbroken. En toen was het stil. Meneer Öster, kunt u verder gaan met uw betoog? Ja, iedereen is jaloers op uw kapsel, zie ik. Dank u wel. Ja. Iedereen heeft een soort lockdown. Wie ook wil, ik heb het telefoonnummer van mijn kapper voor jullie wel beschikbaar. Voorzitter. Ja, het is een beetje lastig om liefde en zo te definiëren in een wet, maar het zou wel prettig zijn als dat hier ergens in zat. Dat doet mij denken aan een hele slechte grap van Joep van het Hek uit 1989. Nou, vertel. Is uw vrouw aantrekkelijk? Nou, fiscaal nog wel. Oh. Ja, dat was Joep van het Hek, 89. Ja, ik heb mezelf niet verzonnen. Ik kan echt niet meer dit soort grappen. Hè? Nee. Vindt u niet het dier van Weinberg? Oh, 30 jaar later, ja. Maar nou, weet je waarom ik dat zo nog goed weet? Gaan jullie ook niet, hè? Ik was 12 jaar. Het was de allereerste oudejaarsconferentie. Die heb ik onthouden, ja. Ja, ongelooflijk. Slecht, hè? Heel slecht. Gaat u verder. Ja. Wij gaan hiervoor, als D66 mee wil doen, hartstikke goed. Daarmee hebben we nog geen meerderheid. Voorzitter, alle gekheid op een stokje. Dat is trouwens weer zo'n cliché. Voorzitter, laten we... Ja, ik had het te veel. Van 2-1 moet ik ook niet meer zeggen. Voorzitter. Klip en klaar. Kijk. Ja. Boter bij de vis. U kunt er meer. Nee. Voorzitter. Dit is een bom onder het kabinet als dit een serieus plan is voor de komende 1,5 jaar. Dus we hebben extra de tijd om deze VO'tjes even goed tot achter elke detail, om daar eens even goed over te buigen. Tot 12 uur hebben we de tijd vanavond, dus waarom zouden we er eerder mee stoppen als ik toch dit zaaltje voor u gehuurd heb? De eerste spreker van de zijde van de Kamer is de heer Quint van de fractie van de SP, die weer terug is in ons midden en die deze kans met beide handen aangrijpt, stel ik vast. Het woord is aan hem. Ja, voorzitter, met beide handen de dingen aangrijpen, dat lukt nog even niet. Maar met één hand grijp ik deze kans vol overtuiging aan. Ik ook even over na te denken. En dan even in relatie met het voorstel wat de SP heeft gedaan om de BTW met 2% te verlagen. Is de premier het met mij eens dat het voorstel van de SP er dan toe leidt dat de prijs van een Porsche Panamera met 2000 euro wordt verlaagd en de prijs van een brood met 3 cent? Is de premier het dan met mij eens dat de SP hiermee een voorstel doet wat de VVD rechts inhaalt? Ik zei al VVD light, alleen ik zal voor de prijs van de Porsche Panamera mijn voorganger eerst moeten bellen om te kijken wat de aanschafprijs is. Ik heb het even opgezocht. De prijs van de Porsche Panamera is een ton, ongeveer. Zo. Je kunt diverse uitvoeringen kiezen, maar het schijnt ongeveer een ton te kosten. Dat is alleen maar beschikbaar voor mensen met ontzettend veel geld. Die mensen worden door het voorstel van de SP, van de Socialistische Partij, om de BTW met 2% te verlagen, enorm geholpen. Want een Porsche Panamera wordt 2000 euro goedkoper in dat voorstel. Een brood, heeft toch echt iedereen nodig, wordt 3 cent goedkoper. Dus als we nou hebben over procenten en centen, ik ben benieuwd of de premier daarop even kan reflecteren. Nee, ik geloof dat de heer Samsom hier wel een terecht punt heeft. En we gaan vanavond kijken bij de uitgang van de parkeergarage waar de heer Roemer mee naar buiten komt. Meneer Roemer. Voor de voorzitter, ik stel voor dat de heer Samson even wat bijlessen gaat halen bij zijn collega in Engeland, Corbijn. Het gaat niet met zijn microfoon. Mag hier. Het gaat toch om een VAO of niet? Of niet? Ja, hè? Dan kan het ook daar. Ik was hier niet zo lang niet geweest. Nee. Ik hoop voor de gezelligheid. Kom maar. Ja.
Ik heb u ook gemist, hoor. De heer Zinks heeft het woord. Nou moet u ook iets leuks zeggen. Dan ga ik niet een VAO aanvragen. Eerst een inleiding. Ik kreeg in mijn omgeving te horen van die Zinks. Die zien we nooit hier in de blauwe bankjes. Dus ik denk, ik kan daar niks aan doen. Dus dit was natuurlijk een uniek moment. En het verzoek is in ieder geval om dat VAO, ondanks de druk op de plenaire agenda, waarvoor we heel veel begrip hebben, toch komende week in te plannen, inclusief stemming. Toch wil ik gaan kijken, want anders bent u heel kort geweest. Vindt iedereen het een goed voorstel van de heer Zinks? Nou, de heer Wilders. Voorzitter, zou de heer Zinks, ik heb hem lang niet meer gehoord, het voorstel nog één keer kunnen herhalen? Ik zou het met alle plezier willen doen richting de voorzitter. Maar ik begrijp ook dat de tijd ook hier kostbaar is. Maar het kwam er in ieder geval op neer dat we toch graag dat VAO volgende week, inclusief stemming, en graag op de agenda zien verschijnen. Nou, fijn u enzovoort, gezien. Enzovoort. Ja, nou, heel fijn dat u hier bent geweest. Ja. Het waren 3 fantastische minuten. Ja. Dank u wel. En ook een groet aan mijn familie die nu kijkt. Dank u wel, meneer Zinks. Ja, voorzitter, ik vroeg mij af. Is de heer Van Klaveren het met mij eens dat wij een mannenprobleem hebben? Mannen die zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Moord, verkrachting, roof. Ja, voorzitter, als we en dat vaker kaal hoor ik hier achter mij. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat laatste, dat staat mannen over het algemeen ook iets beter. En het valt me zwaar tegen dat de VVD de vrijheid van meningsuiting wil inperken als er toevallig een voorstel wordt gedaan wat hen niet bevalt. Dat zijn Noord-Koreaanse praktijken, voorzitter. Dat moeten we niet hebben. En ik verbaas me dan ook dat een voormalig aanhanger van Mao mij vergelijkt met Noord-Koreaanse toestanden. En ik werp dat ook verre van me. De heer Van Dijk. Ging dat over de heer Verhoeven? Dat voor de handelingen is het een hele belangrijke. Ik wees naar de heer Van Dijk. Ja, even voor de handelingen, voorzitter. Ik weet zeker dat de heer Huizing niet doelde op mij in dit geval. Nee, als een van de aanhangers, voormalige aanhangers van Maas. Kan de heer Huizing aangeven wie hij precies hier bedoelt? Ik wees naar de heer Van Dijk en daarmee bedoelde ik dus ook de heer Van Dijk. De motie Madlener Wilders, stuk nummer 21.501-20 nummer 760, houden de oproep aan de minister-president om het torentje te verlaten en de eerste assistent van de heer Van Rompuy te worden. Voor deze motie hebben gestemd 14 leden, tegen deze motie hebben gestemd 128 leden. De motie is verworpen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Er werd ook gereisd, onder meer door mevrouw Agnes Mulder en de heren Moorlach, Sinot en Van der Lee. Ze gingen naar de klimaattop in Madrid. Als Kamerlid wil je het goede voorbeeld geven, dus wat doe je dan? Je pakt de trein. We konden het in het journaal zien. We konden vooral zien hoe de heer Sinot zijn koffers pakte. Toen de treinen door een staking niet blijken te rijden, kozen hij en de heer Van der Lee niet de gemakkelijkste oplossing, maar besloten samen met zijn hybride auto naar Madrid te reizen. Na een lange reis van ruim 1700 kilometer kwamen ze aan. Door de lange reis ontstond er ook een band. 'S Avonds deelden ze zelfs een cheesecake. Het was alleen geen slimme zet, want de volgende dag waren ze allebei ziek. Wie met de auto heen gaat, moet natuurlijk ook met de auto terug. Maar toen ze op vrijdagochtend wilden vertrekken, bleek de accu van de auto leeg. Ze hebben natuurlijk hulp laten komen. Alleen de monteur kreeg onderweg zelf een aanrijding. Gelukkig zijn ze vanavond hier aanwezig. Er gaat geloof ik iets leuks gebeuren. Voorzitter. Meneer Pechtold. Nou was het het maar. U zocht voorstellen. Ik heb de rapporten die u nu van het kabinet vraagt, die zijn door dit kabinet en de hoge colleges al lang geschreven. Ik heb hier voor u naar een toekomst die werkt. Dat is de commissie arbeidsparticipatie. Ik heb voor u de commissie Gerritsen. Dat waren de hoge ambtenaren die al die bezuinigingsvoorstellen voordeden, waar niks van af is gekomen. Ik heb de kennisinvesteringsagenda voor u. Ik heb hoe bereik je de perfecte woningmarkt. Meneer Pechtold, investeren in werk. Ja? Ja. Nee, u mist niet de oogst. Maar dit is de oogst van dit kabinet
aan onderzoeken. En u stelt nu voor een breed maatschappelijke discussie waarin we 20 werkgroepen van ambtenaren aan het werk zetten. Dit is het. Wanneer gaat u na 2,5 jaar stilstand beleid maken, keuzes maken? Mevrouw de voorzitter, dat is een karikatuur van de discussies die gevoerd zijn. En op twee punten. Het is allereerst de WJR, hoor. Dat ja, maar, vinden ze niet leuk om daar te horen. Nee, maar allereerst het zo. Wat nou het aardige is, dat wij nu met elkaar, door de omstandigheden en door het feit dat de economie niet zelf uit de problemen komt, dat we nu in samenhang besluiten moeten nemen. Dus ik heb niets aan afzonderlijke rapporten alleen. Ik wil een samenhangend verhaal. Zal ik er een nietje doorheen slaan? Nee, daar kom ik straks ook op toe. Daar kom ik straks ook naartoe. Want in mijn betoog, u lijkt mijn betoog al gelezen te hebben, komt voor dat ik geen rapport wil hebben waar de samenhang alleen maar is. Het leven van een commissievoorzitter is niet altijd eenvoudig. Daar kan de heer Anne Mulder als voorzitter van de commissie Financiën over mij praten. Een voorbereidingsgroep instellen met Pieter Omtzigt, Renske Leijten en Farid Azarkan, dat is vragen om problemen. Ja, voorzitter, ik vind voordat we dadelijk allemaal uit elkaar gaan en waar er veel gepraat is, dat het wel handig is om dat soort dingen nu wel even te weten. Nogmaals, mijn voorstel is concreet. Ik heb er vandaag mijn trouwdag aan opgeofferd, maar om nou nog verder te gaan. Nou, gefeliciteerd, meneer Pechtold, ook voor uw vrouw. Ja. Voorzitter. Misschien zijn we voor 12 uur nog klaar, meneer Slob. Misschien kunnen we een kaartje sturen met z'n allen. Ja, voorzitter, allereerst nog mijn hartelijke felicitaties aan de heer Pechtold met zijn trouwdag. Want ik had eerlijk gezegd echt niet verwacht dat mijn pleidooi voor huwelijkstrouw van D66 nog vanavond onderstreping zou krijgen. Ik was eigenlijk wel onder de indruk van de ontboezeming die de heer Dijkhoff hier doet en het moment van reflectie. Ik denk dat zover het compliment. Nou, nee, niet eens. Want ik heb besloten om positief te beginnen. Ik zou... laten we er ook een beetje een leuke dag van maken. Heel fijn, mevrouw. De narigheid komt nog. Goed zo. Ik zou de heer Dijkhoff willen oproepen om gewoon niet op te geven. Ja, voorzitter, als ik naar de kleding van mevrouw Ouwend kijk, klinkt het als een aanbod dat ik niet kan weigeren. Maar de intimidatiefactor neemt iets af, omdat ik niet verwacht van haar een paardenhoofd in mijn bed te vinden. Zeker niet. Daarom. Dus van haar. Nee. Nou, voorzitter, het inschatting... inschattingsvermogen. Nou ga ik ook even antwoord geven, voorzitter. Want de heer Pechtold stelt een aantal goede vragen. Over de economie. Hoe moderniseren wij? Dank daarvoor. Meneer Samsom. Nou, dan moet ik meneer Pechtold toch even helpen. Denk ik. Daar zal hij blij mee zijn. Maar het is niet de juiste agenda. Nee, meneer Pechtold, ontspan. Gewoon ontspannen. Ik pas op. Het gaat met die liefdesverklaringen echt van dag naar dag. Ja. Nou ja, D66 heeft... Moet goed indrukken. Nee. Nog een keer... Nu wel te horen, ja. Het was wel wat afgevallen, maar dat je daardoor niet meer... Je merkt het meteen. En voorzitter, ik dacht, als ik mijn verhaal ga houden, dan is het al een eind op de avond. En het valt allemaal niet mee om bij de les te blijven. Dus ik had hier in de kantlijn staan, nu een krachtig citaat van Wiegel. Ik heb hem gevonden. Een niet onvermaard erelid van de VVD, de heer Wiegel, sprak eens de volgende woorden. Ik heb de indruk dat het kabinet, voordat het van start is gegaan, door eigen toedoen al fors is beschadigd. Het is de vraag of het ooit het gezag zal krijgen dat een regering in deze juist zo moeilijke tijd brood nodig heeft. Dat is een pittig citaat. Ik zal het nog één keer herhalen. Ik heb de indruk dat het kabinet, voordat het van start is gegaan, door eigen toedoen al fors is beschadigd. Het is de vraag of het ooit het gezag zal krijgen dat de regering in deze juist zo moeilijke tijd brood nodig heeft. Nee, hij is doorgekomen.
Het was niet vanmorgen op het Radio 1-journaal, mevrouw de voorzitter, maar deze onheilspellende en profetische woorden sprak de heer Wiegel op 17 november 1981 bij het debat over de regeringsverklaring van het kabinet van Agt den Uyl. En het is inderdaad met dat kabinet niet helemaal goed gegaan.